Hi, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe editie van Q-Time. Nou, gloednieuw. It was so nice we had to do it twice. Want Henk van Vliet is toch steeds bij ons in de studio. <laughs> want er is nog meer te vertellen over Shuripop. We Nogmaals, welkom Henk. Thank you so much, Jelena. Nog steeds alles goed? Yes, I'm your man, nee, so <laughs> and I'd man. like to be your guest, hey, 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 because hi, I love quality time I with you. Oh. <laughs> Thank you. Suripop, Suripop 22 komt er weer aan volgend jaar. Ja, zeker. Uh, we missen geen enkele editie. Mm -hmm. Trouw sinds 1982 hebben we. Om de twee jaren Suripop gepresenteerd aan het Surinaams publiek. En we blijven het doen. Enige onderbreking was COVID. Maar ja, dat snapt iedereen, dat weet iedereen. Mm. Maar nu zijn we weer on the run. In december, jongstleden, hadden we de laatste editie. En nu staat editie nummer 22 voor de deur, welke gehouden wordt in 2024. 2024. En jullie zijn al vroeg bezig, want uh, de chair gaan jullie iets anders doen, als ik het goed heb begrepen. Want er worden workshops gegeven of werden die altijd al gegeven? Nou, Surupop is een heel traject. Mm -hmm. Inderdaad, je bent goed geïnformeerd. Gaan we dit jaar weer workshops organiseren? Dat hebben we in het verleden al gedaan, maar een paar edities hebben we dat overgeslagen. Maar we vinden dat we weer, omdat we Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur zijn, mm -hmm. de mensen die willen meedoen enkele tools moeten aanreiken. Uh, in het verleden hebben we het gedaan met een Herman Snijders en Robbie Morroy. Herman Snijders nu weilen, weet je. En het heeft gewerkt in de praktijk. Dus wij hebben het plan opgevat om voor Suripop 20. 22 weer workshops te doen voor de componisten hun inzending kunnen doen voor deze editie. Nou, men kan zich opgeven voor de workshops vanaf 1 juni tot en met 30 juni op het Suripop kantoor aan de Anton Drachtenweg 69. Mm -hmm. Het kan ook digitaal als men mailt naar uh, Suripop. Uh, het is nu in beeld, nu in ja beeld. ze zien het. Mm -hmm. Je kan mailen naar dit adres om je aan te melden voor de workshops. De workshops die worden gehouden in de eerste week van juli. Wat houden die workshops in? Vertel me, Kijk, vertel me. je hebt een leuke melodie, je hebt een leuke tekst, maar op welk niveau is het? Want als je meedoet aan het Suripop, moet je toch wel op een zeker niveau de liedjes mm -hmm. presenteren. Je doet voor de eerste keer mee. Wat verwacht men van me? Nou, en dat krijg je tijdens de workshop. Mm -hmm. We gaan workshops hebben, workshops hebben voor het schrijven van een tekst mm -hmm. en workshop voor het schrijven van de muziek. En dat allemaal een beetje technisch en mensen die ervaring hebben, zullen dat doen. Onder andere bij de teksten eh, hebben we nu al een Geel Eik, die. Is bekend, ze heeft zelf een boek geschreven. Haar gedichten zijn meesterlijk. En ze heeft Surup ja. Verder heb je Orneil Malone, ook een goede tekstschrijver. En we hebben Bernice Hubaard, die gaat er ook bij zijn. Dat zijn mensen die weten hoe je een goede tekst schrijft, welke vereisten zijn. En van dat onderdeel muziek kan ik nog geen namen prijsgeven, omdat we daar nu mee bezig zijn. De mensen zijn al in visier, maar. Je weet, je moet harde afspraken hebben voor je hun naam kan opnoemen, toch? Exactly. Dus ze zijn al in beeld. Dus uh, dat wordt nader bekendgemaakt. Maar om je idee te geven van wat er gaat gebeuren in de eerste week van juli. Mm -hmm. En al de mensen die meedoen aan deze workshops van Surupop zijn dan goed voorbereid om dan hun inzending te doen. En wanneer is de inzending, of de officiële inzending, start? Wanneer? Of mag worden ingezonden? Er wanneer? Je weet, het succes van. Surupop is dat we alles een beetje traditioneel doen. Mm. Heb je een formule, een winning formule, weet je, dan moet je het handhaven. Het is altijd zo geweest dat men voorafgaand aan het jaar waarin Surupop wordt gehouden, wij in de maand september de inzending laten geschieden. Dat betekent dat vanaf 1 september tot en met 30 september alle Surinamers, alle mensen met Surinaamse origine... ...kunnen meedoen aan Suripop. Dus het is niet gelimiteerd. We hadden in een vorige editie gesproken over de kersteditie. Mm -hmm. Dat was uitsluitend voor de componisten die al hadden meegedaan. Yeah. Maar dit is het open Want festival. Iedereen mag meedoen. Iedereen die denkt van... ...ik kan een lied schrijven met een mooie tekst. Ik heb er een beetje verstand van. Mag meedoen. Het is laagdrempelig. En om mee te doen aan Suripop... ...hoef je niet in een studio te gaan. Gaan betalen voor een opname. Dat soort mm -hmm. dingen. Nee. Als iemand je kan begeleiden op een gitaar, op een keyboard, whatever. En er zijn zelfs mensen die a liedjes hebben ingestuurd. Dus het is laagdrempelig, alleen om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen. En dat kan dan vanaf 1 september tot en met 30 september. Even een kleine gekke vraag. De workshops worden in juli gehouden. Ja, eerst week. Stel, juli. ik heb niet meegedaan. Mag ik nog steeds wel liedje inzenden in september, toch? Natuurlijk! Okay. Nee. Iedereen mag meedoen in september. Iedereen, of je workshop hebt gevolgd of niet, mm -hmm. je mag meedoen. Maar als je zegt van, ik wil allang meedoen aan Suri maar ik twijfel. Dat is de workshop iets voor jou. Dat is de workshop zet eat je in je rug. Exact, exact. Begrijp je? Ja, dan doe je mee. In het verleden heeft het gewerkt hoor. En mensen die aan de workshops hadden meegedaan, uh, nieuwe componisten, als ik mm het -hmm. zo mag noemen, die zijn toen ook wel in de finale gekomen. Nice. En ze hebben toen naderhand verklaard van, die workshop heeft me... Echt goed gedaan. En dan, ja, kijk, we beginnen altijd vroeg met Suripop. Mm -hmm. De mens zegt van Suripop is altijd in de eerste week van augustus. Mm -hmm. Dat zal ook zo zijn in 2024. Maar het is een traject van anderhalf jaar. Waarna de inzendingen binnen zijn, dan gaan ze nu naar een beoordelingscommissie. Een beoordelingsjury. Mm -hmm. En dat zit altijd een zeer deskundige jury. Daar wordt bepaald of de tekst en de melodie... Voldoen, voldoen om te doen. begrijp je? Want ja. de avond van de show zelf, dan is zo'n compositie al door de handen gegaan van alle deskundigen. Dus is het supergoed, 100% in orde. En valt niets meer op aan te merken. Ja. Begrijp je? Dus dan gaat men niet meer kijken van muzikaal en whatever, weet je? Dan gaat men kijken van voldoet het als pop-song. It's talking. Begrijp je dus? Uh, doet het wat? Spreekt het me aan? Dat wordt op de finale avond bepaald. Maar de deskundige jury, waarvan je zegt van. mensen die weet hebben van muziek. die gaan beoordelen welke straks de twaalf finale composities zijn in 2024. Dat is een lang traject. Want wanneer we de inzendingen hebben, dan gaan de arrangeurs aan het werk. Eerst worden ze beoordeeld. En dan worden de twaalf finale composities bekendgemaakt. Ze worden beoordeeld. De arrangeurs gaan aan het werk en die we hebben dan de tijd, dan tijd dan tot maken. januari, begin ja. januari, en dan gaat het studiowerk beginnen en na studiowerk dan uh, gaat videoclips. Dus het is een lang project van we op tijd beginnen en dat is het geheim en dat is het succes van SuriPop. Ah, Suripop. Prachtig. Wel, jullie zijn goed bezig al. SuriPop 22 komt eraan. Ik heb wel een heel kleine vraag, een belangrijke vraag, want ik kijk al jaren naar SuriPop. Mijn moeder is zelf ook SuriPop gewonnen. Ja, maar... jouw moeder gaat vertellen aan de mensen. is niemand minder dan de componist van mijn lievelingslied, wat ik ook altijd zeg. So many days, you make me walk So many tears, misari. sorry. Allah, promise me, you'll Maar voor ik doorga, <laughs> moeten we doorgaan met de vraag die ik wil stellen. Ga jullie ook uh, op alle muziekkanalen, op Spotify, gaan de nummers dan ook... De te streamen zijn op Apple Music, gaan jullie naar al dat soort platformen nu? Want nu is het alleen op YouTube en op TV. Gaat dat ook mee met de progressie van Suripop? Absoluut! Dus dat is het ook. Deze Suripop kan men al de muziek dan kopen via al de Organisaties die jij hebt genoemd mm -hmm. net. Je weet iTunes, maar yes. Spotify, allemaal. Dat is dan ook de bedoeling, dat wordt ook aangepakt. 100% zeker. Okay, ik, ga, ik, kom, ik weet waar u woont hè. Dat is niet gebeurd. Ik hoop dat het echt lukt. Want als jullie zo bezig zijn, vernieuwing, goede planning. Je zegt never change a winning concept, but we can always improve it, to All make right. it even better. Dus ik hoop dat het ook wel zeker gebeurt. Bij Suripop is het zo. Dat het ons gelukt is nee. sinds we zijn begonnen nee. om, bij elke, om bij elke editie een treetje hoger te gaan. Als je het vergelijkt, dus kwalitatief, we zijn altijd met de tijd meegegaan. Nee. Wij waren de eerste die met CD's kwamen in Suriname, Suripop, op CD. Die mensen nee. konden het niet geloven. Met videoclips zijn we meegegaan. Het decor zijn we meegegaan. Als je kijkt nu hoe decor. Wij gaan altijd mee met de tijd. En ook de muziek. Uh, pas zich aan. De componisten zorgen ervoor dat die popmuziek ook vernieuwend klinkt, steeds. Hè? Mm. Dus uh, dat is het geheim ook van Suripop. Da we zijn progressief. En zoals jij daarnet zei: van muziek yeah. streamen. Yeah. Suripop 22, ga je muziek streamen? Ik weet niet eens goed ik dat Ik kijk er naar uit wanneer ik uh, kan volgen en kan streamen hoeveel ik wil, zodat ik uh, zo ook de componisten kan supporten uh, en het kan uh, ook dit is wel eens very exciting voor uh, mensen die al eerder hebben meegedaan. Maar ook mensen die denken van, oh my god, ik wil meedoen met Suripop. Jullie, uh, jullie denken aan iedereen. Absoluut, zeker weten. Jij mag het herhalen. Mm -hmm. De inschrijvingsperiode is, vanaf, is van 1 juni tot en met 30 juni. Voor de workshops. Juist. <laughs> ja. <laughs> mag, ik? mag ik? Jij mag het doorgaan, okay. ja. Uh -huh. en? en de inzendingen, als je officieel wil meedoen, maar je gaat niet meedoen met de workshops, dan kan je vanaf 1 september tot en met 30 september 2023 je inschrijven. Je kan het via de mail doen, het komt in beeld. Of je komt aan de, de Drachtenweg, nummer 69, bij het kantoor van Suripop. Ben ik nog steeds goed bezig? 100! En dan kan je ook gewoon je formulier komen halen en dan doe je je hardcopy zelf. En dan gaan ze starten met het proces. Doe je mee met de workshops, krijg je de kleine tools, als je misschien nog een beetje zenuwachtig bent van, oh my god, I don't know how to do it. Er zijn professionals die je gaan begeleiden. Maar zeg je van, oh my god, dat heb ik voor nu nog niet nodig. Ik heb mijn tekst al, ik zend het in, want ik ga meedoen en ik ga winnen. Kan dat ook gewoon vanaf 1 september? En dan staat het proces en wie weet, uh, kijk, op dit moment de volgende winnaar van Suripop 2022. Suripop? SuriPop 22. Sorry, sorry, sorry. Close enough, close enough, ik was er bijna! Nou, de informatie is duidelijk, dacht ik zo. En we verwachten weer minimaal 80 inzendingen. Dat is het gemiddelde wat meedoet. Maar ik denk dat SuriPop zo leeft onder de gemeenschap. dat we misschien deze keer 100 inzendingen hebben. Je ja, weet we nooit. gaan ervoor, we gaan ervoor. Ja, maar er zijn maar 12 finale composities. Ja. En dat gaat. en uh, only the best. Only the best. Tuurlijk. En dat gaat ook weer lukken. Nou, het was weer een supergezellig gesprek, a lot of cute time with one of my favorites, en ik wil u weer bedanken voor het komen en ik kan niet wachten om te zien wat Suribab 22 gaat brengen volgend jaar. Iets bijzonders, altijd een tree, een tree hoger. We're, je leveling dus? we're, leveling we're leveling up, we're leveling up, we're leveling up. dat weer iets bijzonders, absoluut. We zijn nu al bezig, dat merk je. Yes, no, I can't wait and once again thank you for coming. I'm here at your service. Thank you. And also you at home for watching. Suripap is busy. Ze zijn met een aantal dingen bezig. Als je nu hebt gekeken en denkt van oh my god, ik wil meedoen. Als je extra hulp wilt doen mee met de workshops, je kan je vanaf 1 juli inschrijven tot en met 30 juli. Denk je nee, ik ben er klaar voor. Ik heb mijn tekst al ready liggen. Vanaf 1 september tot en met 30 september. En wie weet word jij de volgende winnaar van Suripop 22. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. And remember your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.